Na een hectische simmer zit er nu een volslooien nieuwe selectie op het veld. Tegen Vitesse staan er nog maar 3 spelers in de basis die ter vorig direct op bij wien. Anton Jongsma, Erdem Jeni en Disse Dennis Loer. Verder zit er een compleet nieuw overtal. En dus is het dreig om in te schotten hoe sterk al dit Harkemase Boys is. Eerste oortreding van de wedstrijd ten koste van Anton Jongsma. Een 3000 taskogers op Sportpark De Bosch voor deze wedstrijd in de eerste ronde van het Amstel Cup toernooi. En zo nou en dan komt Harkemase Boys er aardig uit. Deze paas van Ramsey is krekt wat te scherp van Goedhart. Goedhart is dit seizoen oerkaam van Veendam. Hegeman. Ja, aardige combinatie. Jongsma, Meijer Scott. En staat binnen dus wat lietse mogelijkheden van de ploeg van de nieuwe trainer Pieter Bijl. Maar toch is het Vitesse die de vastsprong komt. Al hebben ze de vol de hel bij nedig van Harkemase Boys. Want het is ronduit knullig hoe de vastsprong ter stoom komt. De corner, we trapen terug Knopper. Darwinkel komt als zijn goal uit. Geen communicatie met Robert Herder. Herder oerkaam van de Jouwer en hij kopt de bal achter zijn eigen doelman. 0-1 voor Vitesse. Dus komt Vitesse er amper terug in, alleen nog bij standaard situaties ben ze hield hij gevaarlijk. En doelman Darwinkel, ek al oernaam van Veendam, shot er dan net goed uit. Maakt het een onwennige indruk en hij had hier gelokt dat het doelpunt van Amoa ook had werd. Hegeman, waarom op Darwinkel? Darwinkel levert dan de bal Samarin bij Knopper, komt weer een kans om voor Vitesse, Amoa. En nu zit Darwinkel vol goed te plak. Maar elke keer als Vitesse gevaarlijk wordt, dan zit Darwinkel op de basis. Dinsdag. Jakubu lepelt de bal dan oer. Weer een kans voor Vitesse. En Sayas maai de corner. Hield hij het gevaarlijk. Darwinkel het de bal los van de berg op Lotte. Amoa er nog bij. En dan uiteindelijk had Darwinkel de bal in de hand. De 29-jarige doelman, de nieuwe doelman, de opvolger van Anton Elzinga. Bij kunst en vliegwerk hoort hij zijn goal via de skin. Anne Jelle de Boer. Prachtige paas van Jongsma op Goedhart. Nou, hier lezen mogelijkheden. Ramsey voor de goal, Goedhart doet het zelf. En hoe? Prachtig doelpunt en Goedhart zet Harkemase Boys op 1-1. Vitesse hier al lang met 3 fjouwe doelpunten verschil vast 10 kind. Maar toch dit fantastische doelpunt van Goedhart. Giet de ploeg van Edward Sturing maar 1-1 de rest 10. Maar dat is altijd een beetje in dit soort wedstrijden. Op het moment dat je dat niet voor elkaar krijgt, dan kun je heel veel ellende over jezelf afroepen. En inderdaad had je al de wedstrijd moeten beslissen, maar dat doe je niet. Ja, en dan wordt het 1-1. Ja, dan wordt het weer een wedstrijd en dan kan er weer van alles gebeuren. Was u erg boos? Ik was niet daarop alleen boos, maar wel op de manier waarop we begonnen zijn aan de wedstrijd. Daar was ik boos over. Omdat je, als je tegen een amateurvereniging speelt zoals Harkemase Boys, dan is het gewoon heel erg zaak dat je heel scherp begint aan een wedstrijd. En dat hadden we ook gezegd. En als ik dan de eerste 10 minuten kwartier zie, geven we gewoon 2 kansen weg. Ja, en daar was ik wel boos over, ja. Lang kan Harkemase Boys de romptes liets horen, vooral in de eerste helft. Maar in de tweede helft slacht de Wurgensta. En dat is ook net zo gek, want de ploeg is nog maar 3 weken in training. En van Vitesse begint tak om weken de competitie al met de thuiswedstrijd in Jereveen. Hier kan Mark Hegeman de bal nog van de line hellen. Maar even later komt de 2-1 wol op het scorebord. Weer uit de standaard situatie, in 2 keer. Esaias. Dit is Jakubu en uiteindelijk is het Dinsdag die het vaar de vastsprong zwargert voor Vitesse. Vitesse kan stadig gewoon uitrinnen naar een hele degelijke oerwinning. Dit is Amoa en hij vindt in de 22e minuut de holle van invaller Benson. In je treien. En wils bij Harkema de jongens omvallen van de kramp. Sagier Mullender. En ik Anton Jongsma. Voetballet Vitesse gewoon terug. En bepaalt die ooreninvaller Igor Gluzevic de eindstoon op Ian Fjouwer van Vitesse. Als je de eerste helft kijkt, dan zie je in ieder geval dat de jongens wel uit de organisatie kunnen spelen. Dat ze bereid zijn om hard te werken. En dat er ook wel snelheid in de ploeg zit. Er zit wel creativiteit in. Dus wat dat betreft, dan zijn er wel mogelijkheden. Ik denk dat we best wel aan het eind kunnen komen. Dus, ja, ik ken de hoofdklasse verder ook niet. Moeilijk in te schatten. Maar
Ik denk als ze altijd zoveel strijd leveren, zo compact spelen, dan komen we best een eind. En dat we voorzichtig vooruit zorgen naar de competitie. Wat is dan een doelstelling, Visto? Boppen in mooi draaien? Ja, dat, ik bedoel, als je de jongens zelf hoort, willen ze dat allemaal. En dat wil Herkema, dat wil ik ook. Maar ik vind, de komende maand gaan we eerst oefenen tegen inderdaad tegenstanders die we in de competitie tegenkomen. Of van dat kaliber. En dan zal moeten blijken of we zelf ook kunnen voetballen. Nou, want ze zijn optimistisch hier in Herkema. Een compleet nieuwe kantine, maar in bordes al, hè, voor een eventuele huldiging. Nou ja, met Pieter Wening in town dan kunnen we hem altijd gebruiken. Hè?